allemaal en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, ik zit in de auto en we gaan richting Rianne. Ga ik Rianne even ophalen en Kevin. En dan gaan we daarna door naar Rokanje. Als het goed is gaan we naar de eerste slag gaan, of tweede slag. Tweede slag zouden we heen gaan. En dan gaan we lekker zwemmen daar zo. Als het te druk is, dan heb ik nog wel een ideetje om anders naar de Slufte te gaan. Als het echt in Rokanje te druk is. Dus we gaan het vanzelf wel zien. We gaan het vanzelf wel meemaken wat we gaan doen. Ik wens jullie in ieder geval veel kijkplezier met het bekijken van deze vlog. En nou ga ik hem uitdoen. Want ik heb voor de opname heb ik eventjes de ramen dicht gedaan. En mijn airco die werkt niet meer. Dus ik ga dood van de hit hier. Tot zo! Zijn we dan hoor. Zo, nou daar zijn we Ria. Met de Ria's. Kijk, nou ik mag hem nu nog filmen, want hij wil niet in zijn korte broek gefilmd worden. Precies. Maar je hebt nou toch ook een korte broek aan? Ja, dus dat bedoel ik niet. Als we op het strand zijn, wil ik... Oh, op het strand, hè? Dus we zijn de Ria's. Ria. Ja, de ene Ria met de andere Ria. Mooi toch, schijtziek van Ria. En kijk, er staat ook nog een... Kijk, dat is wel een leuk dinges. Dat is wel een leuk rijlessie. Ga je gewoon, rijlessie hier ook? Nou, en dan ondertussen, ongeveer op de helft van de dinges, pleur je gewoon juiten naar het strand toe en dan ga je gewoon even zwemmen. Dat is toch gezellig? Parkeren. We moeten eerst even die meter. Ja, die meterkant. We moeten eerst even naar die meter, Ria. Ja, is goed, Ria. Dus, 3 euro. 3 euro? Op je muil. 5 euro's? Op je muil, gauw. Dit is nog juni, hè? Oh, fuck! Nou, ik ben zo weer terug. Ja, ik vergeet de koelbox uit de auto te halen. Dus we kennen zo weer terug. Nou, hier heb je ook Rianne, die heb je ook nog. Die is ook nog gezellig, maar die wil niet graag op de film. Dus we gaan even naar de parkeermeter en dan gaan we even... Gaan we hem even volgooien. Ja, laat ik dat maar even doen. Let jij mijn tas? Ja hoor. Nou, kijk weer teruglopen, want ik ben mijn koelbox vergeten. Die laat ik nog in de auto zitten met mijn stomme kop. Er zit alles in. Drinken, vreten. Weet ik veel allemaal. Kijk, en dat is het voordeel hebben van de gele auto. Je weet gewoon gelijk waar die staat. De gele auto komt niet zo vaak voor, hè. Kijk, mijn veiligheid. Dat is wel fucking makkelijk. Ga gewoon even auto rijden, even lessen. En halverwege pleur je hem gewoon hier bij Rokanje bij het strand neer. En dan kan je gewoon... lekker het water in, heerlijk hoor. Hey. Nou, ga ik weer eens even mijn koelbox pakken, want ik vergeet ook mijn koelbox weer. Kijk, zie je, daar staat hij nog. Ik dacht het al. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer, jongens. Doei. Zo, en we zijn lekker op het strand. We hebben al het water al een beetje uitgeprobeerd, maar ik ben er nog niet helemaal in gegaan. Want het was wel een beetje koud. Was het eerste stukje viel al mee. Het was niet echt koud. Maar het tweede stukje was wel al een goed. Maar in ieder geval, de eerste poging is mislukt. En ik zit al helemaal onder het zand. En ik kan ook niet leggen hier, want als je gaat leggen, dan leg je ook het zand. Dan komt ook een hele zand ding over je heen. Maar ja, dan moet je maar niet naar het strand gaan. Ja toch, niet dan. Nou, hier hebben we Kevinski. Ja. En wat heel interessant te zeggen, daar heb jij vast wel. Dat is belangrijk. Oh ja, Kevin hebben een week vakantie, die hebben weer geluk. Nou, ik moet gewoon weer werken. En Rian moet gewoon weer werken morgen. Ik zal aan je denken morgen als ik me nog een keer omdraai. Ik ook.
Ja. Nou, binnenkort kermis met z'n allen. Dus oh ja, Rian is binnenkort ook bij de kermis. Als naar de Tilburgse kermis gaat, is Rian er ook bij gezellig. Ja. Lekker gezellig, leuk. Lekker druk. Nou, Kevin die gaat morgen niet mee naar de Efteling. Nee, we hebben ook een supporter. Hij is wel vrij. Kijk, we hebben ook een supportertje. Ja, we hebben ook een fan. Kijk, abonneer op It's Ultrex. 333 abonnees. Kijk, daar heb je hem. Abonneer even, 333 abonnees op mijn kanaal. Ja. Dus Rian is er in ieder geval ook bij als we naar de Tilburgse kermis gaan. Volgende maand is dat. En Ramon. En ik ben er, ik heb dat nou al voor de vijfde keer al gezegd. Ik ben morgen heel even in de Efteling. En Kevin heeft wat anders te doen, dus die gaat niet mee. Maar dat is niet erg, want ik ga toch alleen maar... Eigenlijk het meeste over het algemeen ga ik allemaal snelle shots maken voor het nieuwe iets. En wat zou dat nou toch zijn, jongens? Wat zou dat toch dat nieuwe onderdeel zijn? Hè? Wat zou dat nou wezen? Hè? Ja, wat zou dat nou wezen? Wat zou dat nou wezen? Hè? Nou, jullie gaan het morgen allemaal wel zien. Jullie gaan het morgen wel meemaken. Ik ga dadelijk nog even proberen het water in te gaan. Ga ik toch nog eens even proberen. Zo, nou hebben we toch even lekker even wezen zwemmen, heerlijk. Net het water uit. En ik ben in ieder geval lekker door. Hè. Het begin is nog wel lekker warm. Maar hoe verder je meer naar achteren gaat, hoe kouder het is. Dus op een gegeven moment wordt het wel een stuk kouder. Maar als je hier een beetje aan de kustlijn blijft, dan is het wel aardig te doen. Nou, Kevin is nog niet geweest. En meneer Kevin, Kevin. Ja, Kevin, jij moet ook nog het water in, hè, jongen. Hé. Hey. Jij moet er even het water in, hè, Kev. Kom nou niet, dat is toch gezellig. Lekker even het water in. Moet dat kunnen, hè. Kevin, het koud daar nog niet. Hij heeft er geen zin in. Hij heeft er geen zin in, Ria. Ja, kan ik nou weer filmen, joh. Ik kan even echt gaan. En Rian is er ook al in geweest helemaal. Dus Rian was eerste en ik tweede. Halve vrouwen, hè. Maar het is wel lekker zo. Ik ga minstens een beetje opdrogen. Een beetje opdrogen en dan ga ik nog even lekker even luieren hier. Kijk, hier leg mijn ding. Moet ik eens even helemaal uitkloppen, want ik zit weer. Zit er helemaal onder het zand, dat ding. Zit alweer helemaal onder het zand. Dus, we hebben schrik drinken. Tot zo. Zo, dan gaan we even Rian even filmen. Even kijken of dat druk aan het werk is. Even zwemmen, Rian. Nou, duik er even in. Ja, dat moet ik allemaal weer uitknippen. Dat is allemaal weer reclame. Rian, doe je toen niet? Nee. Oh nee, Ria was het. Ria. Kevin, wat vond jij ervan? Waarvan? Lekker even relaxen. Ja toch. Dat we vaker doen. Ik ga zo eerst. Volgende keer nemen we Ramonski mee. Ja, dat is goed, Ria. Ja, maar we gaan eerst nog even lekker patatje eten zo. Ja, even lekker patatje eten. Lekker hoor. Even lekker patatje eten. Kijk, ik loop er eentje hier met zijn waterscooter. Het is een waterscooter, jongen. Oh, een waterscootertje. Zo, nou, ik heb alle spullen. Ik ken er weer vandoor. Hè. Nou, doe je Ria. Oh god, nou moet je oplossen. Oh. Rot op met dat zand. Zit hier met de zand te schudden. Zit hier met de zand te schudden. Kevin. Nee, dan moet je hier gewoon op het strand uitgooien. Dat is leuk voor die gasten. Ik heb morgen lekker papier prikken hier ook. Ja joh, is leuk joh. Ze moeten morgen toch papier. Ze moeten toch papier prikken morgen hier ook. Ik film alles, Ria. Dat weet je toch? Ik film gewoon alles. Ga gewoon weg. Nou, oké. Doei. Nou, dan gaan we weer, jongens. Ik moet weg van Kevin, nou.
Gaan we maar weer er vandoor, hè? Moeten we dat hele teringstuk weer teruglopen? Jongen. Ja. Het is wel makkelijk, hè. Ik ben nou al moe. Ik moet nog een stukje. Oh my fucking god. Kunnen ze weer lopen? Kunnen ze weer legen dadelijk? Ja. Morgen. Gasten van het strand. Kunnen ze morgen lekker de rotzooi opruimen? Oh. Tering zand. Kunnen daar ook een soort pleurzekel om op de strand te werken? Hè? Oh. Ik heb een telefoon. Zo, nou we hebben vlekken gegeten. Oh god. En dan gaan we vlekken even wat drinken. En dan hebben we lekker even een colaatje gehad van Rian. En dan gaan we zo weer naar huis. En dan is het weer voorbij, is het weer afgelopen. Ja. Het was een leuk dagje. Wat moet ik nou weer doen? Hoe ga ik dit nou allemaal weer doen? Nee, niet. Ik ga gewoon weg. Even mijn cola opzuipen. Ah, hij is op hoor. Ah, ja. Zo. Gaan we weer hoor. Nou, ik zie hem hier vanaf hier zie ik hem al staan. Dat gekke apparaat. Dus dan gaan we weer richting Spijkenisse. Spijkenisse gaan we naartoe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als het weer een nieuwe video of een livestream is. En dan ga ik even wachten op die andere. Kom er allemaal bij. Nou, later. Hè. Het duurt allemaal weer zo lang. Nou jongens, allemaal de groetjes. Ja, een fijne avond. En ik spreek jullie weer bij een volgende vlog. Hoi, ik heb mijn handen vol. Doei.